De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, bevindt zich momenteel in een transformatieproces. Zo is het bedrijf drukdoende de Airbus A340-313 van de hand te doen. Volgens directeur Rajesh Rajkumar heeft deze Airbus niet voldaan aan de verwachtingen. De directie heeft al lopende afspraken om over te gaan op een Boeing 777. We zijn bezig met de infasering van onze 777. Die wordt een geheel andere machine natuurlijk, geheel andere contouren. We zijn ook hard bezig met onze ETOP certificering. Dat is ook in een afrondende fase ook al. Dus we zijn hard mee bezig om om de passagier te kunnen overtuigen van het wordt een goed product. Een degelijk product. Je kan hem ook daarmee, wil ik ook aangeven dat het een stabiele goed product wordt en dat we daar naartoe werken. De Airbus is voor 24 uur aan de grond vanwege technische problemen. De vlucht die gepland stond voor afgelopen zaterdag kon niet worden uitgevoerd. Dit is de zoveelste vertraging. SLM is hierdoor genoodzaakt om alternatieve procedures in te zetten om passagiers tegemoet te komen. Rajkumar vindt de situatie erg jammer. Hij begrijpt de frustraties en emoties van de gemeenschap. Volgens de SLM-topman zijn er enkele transformatieprocessen binnen het bedrijf aangekondigd. Eén daarvan is ook verbeterde communicatie met passagiers. De service naar de passagiers toe, de communicatie naar de passagiers was heel erg belangrijk. Ook als er een vertraging is, daaraan wordt er heel hard aan gewerkt. En dat zijn de dingen die wij bezig zijn ook op te pakken. En dat wij ook werken aan een vervangend toestel. In die zin van dat men weet wanneer men moet vertrekken. Als er een vertraging is, dat er een vervangend toestel ook ready is om te vliegen. De financiële uitdagingen waarmee de National Carrier te kampen heeft, zullen volgens directeur Rajkumar binnen niet al te lange tijd tot het verleden behoren.